Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschillig. Goedemiddag, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 15 hoofdstuk 7. Dat was een verzoekje van de klas, dus leuk om daar even samen naar te kijken. Nou bij som 15a hebben ze twee lijnen. Namelijk lijn K met als formule I is 2 derde x plus 4. En dan hebben ze nog een andere lijn, namelijk lijn L. Die hebben ze op een hele andere manier geschreven. 6x min 5i is 3. En dat is natuurlijk leuk. Ze zeggen, bereken de hoek tussen de lijnen rondaf op 1 decimaal. Nou wat hadden we daarvan geleerd? Als je de hoek wilde weten tussen twee lijnen, dan moest je eerst gewoon de hoek berekenen met de x-as. Of met een horizontale lijn die evenwijdig is met de x-as. Dit is een stijgende lijn, richtingscoëfficiënt 2 derde. Laten we zeggen dat lijn K er zo uitziet. Het interesseert me verder niet door welke punten die gaat, maar hij maakt ongeveer deze hoek met de positieve x-as. En deze hoek, die kunnen we berekenen. Die kunnen we berekenen met de shift-tangens van de richtingscoëfficiënt. Weet je nog? Want de richtingscoëfficiënt, dat was de tangens van de hoek. Dus de hoek berekenen we met de shift-tangens van de richtingscoëfficiënt. Dus shift-tangens van 2 derde. Moet je even zorgen dat je rekenmachientje op radialen staat. Anders faalt het. Op graden, sorry. Degree. Want ik geef ook les aan klassen die hun rekenmachine al op radialen hebben staan. Ik moet elke keer switchen. Hij staat op graden. Dan doen we de shift-tangens van 2 derde. En dat antwoord, dat is 33,6 puntje puntje. Dat slaan we even op in A. Dat doe je met sto, deze knop. En dan alpha A. En dan slaat hij het op. Goed. Dus dat is 33,6 puntje puntje. Mag ik het zo opschrijven, meneer? Ja, dat is het advies van meneer Snel om het zo op te schrijven. Je geeft hiermee aan, ik ga verder werken in mijn rekenmachine met dit getal. En het is ongeveer 33,6. Je gaat het niet afronden, je gaat het niet helemaal opschrijven. Veel te veel werk. Gewoon puntje, puntje, puntje. Nou wat moeten we met deze lijn? Als we de hoek willen berekenen, dan moeten we weten wat de richtingscoëfficiënt is. De richtingscoëfficiënt kun je vinden door de 6x naar de andere kant te brengen. Dus dan staat er min 5i is 6x plus 3. En dan deel je alles door min 5. Dus dan krijg je i is min... Als je de 6x aan de andere kant brengt, wordt het min 6x. Hè? Dus dan krijg je 6 vijfde x. Dat is je richtingscoëfficiënt. Ja, en de rest interesseert me niet. Het gaat om de richtingscoëfficiënt. Dus 6 vijfde, dat is een behoorlijk steile lijn. Is iets steiler dan deze. Dat kan ik even in de schets tekenen. En dan kan ik nu deze hele hoek berekenen. Ook met de shift-tangens. De shift-tangens van 6 vijfde. Shift-tangens van 6 vijfde. 6 gedeeld door 5, of gewoon als breuk 6 vijfde, dat mag ook. Is 50,19. Deze kleine hoek is 33,6. Deze grote hoek is 50,19. Wat zou nou de hoek zijn tussen de twee lijnen? Wat moeten we in dit geval doen? Ja, ik moet ze van elkaar afhalen. Dus dan pak je die 50,19 puntje, puntje, puntje. Dus ik schrijf gewoon op 50,1 puntje, puntje, graden. Min 33,6 puntje, puntje, graden. En het antwoord, dat doe ik op 1 decimaal. Dus dan doe ik gewoon nu min. Dan krijg ik in beeld ans min. Ans is het antwoord van de vorige stap. En die andere hoek had ik in A zitten. Dus dan toets ik in A, alpha en dan mat. En dan geeft hij de hoek 16,5. En dan weet ik zeker dat ik geen afrondfouten tussendoor heb gemaakt. Want die rekenmachine heeft doorgerekend met alle decimalen. Mooi, hè? Dat was een heel kort filmpje. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Dan gaan we nog even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. 10 halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.